Het is een rijstoeler, maar op slechts één kan je zitten. Althans, zo ziet het eruit. Dit is de chairwave. Dat is een rijstoeler waarbij mensen alleen maar naast elkaar kunnen zitten. Dus zodra iemand gaat zitten, daarna openen de twee stoelen naast jou. Dus als iemand nog hiernaast wil zitten, dan heeft hij alleen maar de keuze om naast mij te gaan zitten. En op deze manier proberen we ook mensen eigenlijk te stimuleren om meer met elkaar in contact te komen. En ook bijna mensen te forceren naast elkaar te zitten en even gedachten te zeggen of misschien wel een gesprekje te beginnen. Aan het eerste prototype wordt druk gewerkt. Als test wordt het in het stadhuis van Lelystad gezet. Lelystad is de eerste gemeente waar zo'n stoelenrij wordt geplaatst om eenzaamheid tegen te gaan. Mensen moeten zo sneller met elkaar in gesprek gaan. We hebben dit al onderzocht zelf. En door middel eigenlijk gewoon te zeggen van mensen te forceren op publieke bankjes naast elkaar te gaan zitten. Door hun eigenlijk te vertellen, u moet daar zitten. En in dat onderzoekje heeft het gebleken dat het werkt. Nu is het zo dat we dit nog moeten testen op 27 augustus. Dat ze in het gemeentehuis staan in Lelystad. Dus dan kunnen we het echt zeggen. De teststoelen zijn nog niet perfect. Er wordt nog druk gesoldeerd en geprogrammeerd. Meer dan 200 meter aan kabel is erin verwerkt. Voor de bewegingsmechanismen en de lichtjes. Ja, we hebben nu voor dit eerste prototype een rij van 5 stoelen gemaakt. En uiteindelijk is het doel dus dat we echt een rij van 20 stoelen maken. En zo echt een hele hoop mensen bij elkaar kunnen brengen. En dit eerste prototype laat zien hoe dit werkt. Het liefst willen de ontwikkelaars dat een definitieve echte stoelenrij in het stadhuis komt te staan. De grootste stap komt natuurlijk van Lelystad zelf. Lelystad moet zelf zeggen van oké, let's do this. Laten we de stad echt nog socialer maken of meer mensen bij elkaar brengen. Door middel van technologie en design. Dus het is ongelooflijk belangrijk en ontzettend leuk vooral.